Welkom aan de Archeotoog, een podcast over archeologie in Vlaanderen. In deze steentijdspecial, in samenwerking met Exitu, praten Caroline van Hekke en Erwin Meilemans met collega-archeologen over recent opgegraven Vlaamse prehistorische sites. Vandaag aan de toog, Lommelkristalpark, Beverenschoorhavenweg en Kerkhovenstuw. Welke nieuwe inzichten haalden archeologen onlangs uit de grond? Misschien wel bij jou om de hoek. Je hoort het hier aan de Archeotoog. Welkom allemaal aan de Archeotoog voor deze speciale aflevering over enkele actuele opgravingen van de laatste jaren van grote steentijdprojecten. Ik ben Erwin Meilemans van het agentschap Onroerend Erfgoed en vandaag word ik bijgestaan door Caroline van Hekke, directeur Stedelijk Museum van Dendermonde, maar ook vooral hoofdredacteur van Exitu en die hoedanigheid vandaag hier aanwezig. Dag Caroline, welkom. Dank u. Kan je aan de luisteraars die Exitu misschien nog niet kennen, even kort uitleggen wat Exitu juist is? Zeker en vast. Exitu is een tijdschrift over archeologie in Vlaanderen. Het wordt volledig samengesteld door een groep zeer enthousiaste vrijwilligers uit het werkveld, zowel van universiteiten als uit de privésector, als van musea, zoals ik zelf. En wij proberen eigenlijk actuele informatie en actuele verhalen, die elke dag naar boven komen uit de bodem, naar een breed publiek te brengen. We komen 4 maal per jaar uit en is volledig gratis, ons tijdschrift. Dit jaar bestaan wij ook 10 jaar en ben dan ook heel blij dat we hier samen met Onroerend Erfgoed deze special mogen maken. Als je denkt, Exitu, dat lijkt mij wel iets voor onder de kerstboom. Het is het moment, een abonnement kan je nemen via onze website en dan betaal je enkel de verzendingskosten. Perfect. En de website is exitu.be, maar we voorzien de link in de show notes ook. Uiteraard. En op de website zijn ook al enkele artikels. Als je als proevertjes wilt bekijken, dan kan je dat daar zeker al terecht. En actuele archeologie, dat sluit heel mooi aan bij het thema van vandaag. Want in deze aflevering gaan we het deze keer niet hebben, zoals in de vorige aflevering, over enkele bredere thema's uit de prehistorie, zoals de kunst of het werktuigen maken of de landbouw, de introductie van de landbouw. Maar we trekken onze laarzen aan en we gaan heel specifiek naar enkele grote opgravingsprojecten van de laatste jaren kijken en wat ze eigenlijk bijdragen over prehistorisch Vlaanderen. En dat doen we vandaag in het café van de Zemse, een charmant museum van de heemkundige kring van Zemst, waar we te gast zijn. Je kan hier terecht voor een pint of een koffie of een blauwe chimay of een duvel, maar ook voor een kijkje in een indrukwekkende archeologische collectie met als hoogtepunt de collectie van het Bos van A, spectaculaire mammoetschedel. Een ander hoogtepunt is de Romeinse collectie van de Vicus van Elewijd. Maar ook andere periodes komen aan bod tot aan de middeleeuwen toe. Het is eigenlijk een collectie die wordt beheerd door een gepassioneerde groep van vrijwilligers. En samen timmeren die mensen letterlijk en figuurlijk aan een educatief parcours doorheen de regio van Zemst en omstreken. Dus zeker een bezoekje waard. Intussen zijn onze eerste gasten komen aanschuiven. Welkom aan tafel hier. Marijn van Gils en Inger Woltingen. Welkom. Dank je. Welkom, Inger. Dankjewel. En Marijn, jij bent mijn collega bij het agentschap Onroerend Erfgoed. En een beetje, ja, we zijn samen de steentijdspecialist, brothers in arms op dat vlak natuurlijk. Ja. Inger, je werkt bij Paak Vlaanderen. Ja, klopt. Ook als steentijdspecialist. Ja, ik ben niet echt een steentijdspecialist hoor. Daar heb ik collega's Daar voor. Heb je een collega meegebracht voor straks. Ja. Hebben jullie een beetje genoten van de rondleiding? Zeker, ja, absoluut. Ja. Ja. Heel divers, heel interessant. Inderdaad. Ja, en dat toont weer natuurlijk dat je eigenlijk steentijd en archeologie eigenlijk overal kan vinden in Vlaanderen natuurlijk. Hè. Ja, de prehistorische mens heeft uiteindelijk overal rondgelopen. Hè. Tot in de kleinste gehuchten en de grootste steden van Vlaanderen kan je wel iets vinden uit die periodes. En daarom hebben jullie twee ook wel even erbij gevraagd om een beetje over de methodiek van steentijd archeologie te praten. Marijn, jij en ik hebben eigenlijk vorig jaar, of dit jaar eigenlijk, ook een handleiding steentijd uitgebracht. Dat is een beetje een technische handleiding natuurlijk, die zullen we ook de link voorzien in de show notes. En Inger en een consortium aan andere archeologen, jullie hebben een evaluatieproject gedaan van booronderzoeken naar steentijd. Ook een vrij technisch document eigenlijk, maar bij de late uurtjes, misschien bij een kampvuur, nog wel aangenaam literatuur, u weet. Bij het kampvuur, ja, niet in het kampvuur. Ja, nee, dat is echt te veel woord. Dus we gaan bij jullie even te raden van wat dat eigenlijk steentijdarcheologie juist is. Want meestal bij bouwprojecten is er een archeologisch vooronderzoek vereist. Zoeken naar gewone spoorsites gebeurt bij heel veel projecten.
Bij steentijdarcheologie is dat niet altijd het geval natuurlijk. Dat wordt eigenlijk ingezet bij heel specifieke situaties. Ja en nee. Als het goed gaat, is het wel de bedoeling dat bij elk van die projecten de archeoloog ook wel degelijk nagaat of het nuttig zou zijn om naar steentijdarcheologie te speuren. Maar het is niet bij elk van die projecten inderdaad nodig om dat ook effectief op het terrein te gaan doen. Want ja, de steentijd is een lange periode geweest, die ook lang geleden heeft plaatsgevonden. En ja, sindsdien is het landschap natuurlijk nog wel een beetje gewijzigd geweest. Heeft de mens daar nog allerlei andere dingen in gedaan, wat ervoor heeft gezorgd dat op veel plaatsen de bodem natuurlijk verstoord is geraakt. En ja, dat steentijd ziet dus daardoor ook niet overal bewaard zijn gebleven. Ook natuurlijke zaken, erosie, kunnen steentijdsites hebben verstoord. En ja, vaak kunnen archeologen al van op basis van kaartmateriaal en dergelijke, dus van op de bureau, al uitmaken of dat het nog nuttig zou kunnen zijn om ergens een onderzoek te doen of niet. Daarnaast kan het ook zijn dat die steentijdsites redelijk diep bewaard zijn. Niet altijd, ze kunnen ook gewoon aan de huidige oppervlakte aanwezig zijn, maar ze kunnen ook diep bewaard zijn en ja, soms een stuk dieper dan de werken die gepland worden. En dan kunnen de sites gewoon onder de nieuwbouw of het nieuwe project bewaard blijven en is het ook niet nodig om er naar te gaan zoeken. En ja, tenslotte, van in sommige regio's hebben we wel een zeker beeld over waar dat de prehistorische mensen het meeste verbleven en het meeste hun afval achterlieten, want ja, die sites bestaan vooral uit het afval van de mensen van vroeger. En ja, hebben een zeker beeld over waar dat we de grootste kans hebben om ook effectief die sites te gaan vinden. Ja, dus we proberen eigenlijk een beetje in het hoofd te kruipen van die prehistorische mensen natuurlijk. Dat heel moeilijk is, want we weten natuurlijk, we kennen die mensen, we kennen het landschap wel en we weten wel wat er traditioneel sites worden teruggevonden. Maar toch, we proberen eigenlijk zo'n beetje te denken zoals zij dachten. Een klein beetje, ja. Maar vooral ook op basis van de kennis die we hebben van de sites die al gekend zijn, die we al gevonden hebben. En het zijn dan dikwijls de locaties waar er bijvoorbeeld heel veel voedselbronnen aanwezig zijn, of bijvoorbeeld water, dicht bij waterlopen is een heel traditionele, een hoge plaats dicht bij waterloop. Ja, inderdaad. Zeker in de Kempen, de Zandstreek, ook de grote riviervalleien van de Schelde en de Maas. Daar is inderdaad gebleken dat de meeste grote, duidelijke vindplaatsen, dat die zich inderdaad meestal vlakbij voormalig open water bevonden, vlakbij die beekvalleien of riviervalleien, vlakbij vennen en dergelijke. Maar dan toch ja, net op de droge posities erlangs. Ja. Dikwijls wel, vaak wel tot in de natte depressie en zo. Maar ja, echt op de overgang van die twee ecologische niches van nat en droog. Dus droge voeten, maar toch een lekkere visje en een lekkere ree en weet ik veel wat allemaal, besjes en, in de buurt. Inderdaad. Ja. Ze konden daar fourageren in elke richting. Ja. Oké, maar dan wordt er uiteindelijk beslist van we gaan dan toch inzetten op steentijdarcheologie, omdat we denken dat daar die prehistorische mens aanwezig is geweest. Hè. Alle parameters zijn voorhanden om daar te denken dat daar die prehistorische mens actief is geweest, maar ook de bewaring van de bodem goed is. Mm-hmm. En dan wordt er ook een speciale methodiek ingezet. Misschien kan jij er iets meer over vertellen, Inger? Ja, ik denk dat we, als ik Marijn nog eventjes mag aanvullen, vooral moeten uitgaan van dat landschap inderdaad en hoe intact dat nog aanwezig is. Want de prehistorische mens heeft ons denk ik al meer dan eens verrast met ergens te zitten waar we hem niet verwachten. Dus ja, dat onderzoek dat is eigenlijk heel gefaseerd. De manier waarop we specifiek naar steentijd zoeken. Dat heeft alles te maken met de manier waarop dat die steentijd, de resten daarvan zich nu manifesteren in het landschap. Ja, anders dan bij, je hebt het net al genoemd, sporensites. Je hebt gezegd gewone sites. Dat is hetgeen dat we gewoon zijn van de archeologen. Als de meeste mensen denken aan een archeologisch onderzoek, dan zijn dat meestal sleuven en duidelijke verkleuringen in de bodem. Voor die steentijd is dat, Marijn heeft het net al aangehaald, eigenlijk zijn dat vooral afval van die mensen waar we naar op zoek zijn, omdat dat het enige is dat die hebben achtergelaten voor een groot deel. Hè. Die jagers-verzamelaars, dat zijn nomadische mensen, die bouwden geen huizen, dus die groeven geen palen in de grond. Hooguit misschien een keer de middenpaal van een tent of zo, maar voor het grootste gedeelte is dat materiële cultuur die bewaard kan blijven. En heel veel blijft daar ook niet van bewaard, omdat het zo oud is. Dus dat zijn echte anorganische zaken. En dan denken we al snel aan vuursteen, natuursteen.
Ja, hoe spoor je dat nu op in zo'n landschap? Dat is natuurlijk niet simpel, want als je daar een groot gat graaft, dan zie je dat allemaal niet liggen. Dat afval is doorgaans heel klein. Dus we beginnen, als we al hebben vastgesteld dat het landschap nog redelijk intact is, zoals dat het in de prehistorie is geweest, beginnen we met een booronderzoek. Dat hebben we dan, aan de hand daarvan hebben we dan vastgesteld dat het landschap effectief intact genoeg is. En dan gaan we vervolgens nog een booronderzoek doen, waarbij dat we eigenlijk stalen verzamelen. In een dichter grit. In een dichter grit. Preciezer booronderzoek. Ja, omdat je moet je ook voorstellen, die mensen leefden ook niet in supergrote groepen. Dat waren geen dorpen, hooguit gehuchten en dan was het al groot. Wat we ook zien in hedendaagse nomadische volken eigenlijk, zijn dat meestal eerder kerngroepen van een gezin of een aantal gezinnen bij elkaar. Dus dat moet je niet voorstellen als een gigantische camping aan de Spaanse kust of zo. Dat is eerder een boerencamping in de buurt van Zemst, zoiets. Dus dat is niet groot. Dus dan moeten we in een heel dicht grid gaan zoeken en ook in een vast grid, zodanig dat we ook effectief weten dat het staal dat we genomen hebben, waar dat vandaan komt. En als daar dan materiaal in zit, dan gaan we nog iets verder. Dan gaan we nog wat dichter kijken. En materiaal, dat moet je zien als wat ik net zei. Die stenen, die vuurstenen, natuursteen. Soms ook andere zaken, maar die zijn minder directe linken aan de mens. Dingen als houtskool of verbrande vruchten, granen. Dat soort dingen, fragmenten bot. Maar dat is niet altijd gezegd dat natuurlijk specifiek door de mens daar gekomen is. Ja, en eigenlijk heb je aan één vondst eigenlijk al genoeg om te weten van de prehistorische mensen hier geweest. Ja, het is echt een heel, heel beperkt monster dat je neemt. Hè. Veel kleiner percentueel gezien dan wanneer je een proefsluf graaft. Als daar iets in zit, als het prijs is, dan mag je ervan uitgaan dat er in de buurt, toch iets van een prehistorische activiteit is geweest. Ja. Ja. En als je spreekt over een monster of een boorstaal, maar concreet, hoe gaat dat in zijn werk en hoe ziet dat eruit en wat doe je met dat monster? Ja, meestal doen we onze boringen handmatig, soms ook mechanisch, maar laten we uitgaan van de handmatige. Dat is eigenlijk gewoon een handboor, met zoals dat mensen kunnen gebruiken om palen in de grond te zetten, in de tuin gewoon, of het speeltuig voor de kinderen of een vogelhuis. Meestal iets groter van diameter, pakt gemiddeld iets van een 15 centimeter diameter. En dan boren we eigenlijk een staal op, gewoon zoals je die boring zet. En daar verzamelen we de bovenste 30 centimeter van het oude loopoppervlak eigenlijk. Dat kan je zien in die boring. Ja, waar dat... ja. Dat wordt gezeefd, nat gezeefd, echt op heel fijne maaswijdte, 2 mm, 1 mm soms. Ook vooral omdat, wat ik net al zei, die stukjes zijn gewoon heel erg klein. En dat wordt dan nat gezeefd en dat wordt dan bekeken door specialisten om te zien of dat daar effectief antropogeen materiaal, dus door menselijk gemaakt materiaal tussen zit. Ja. En als het dan prijs is, dan volgt een opgraving. Dus dat is eigenlijk ook een vrij intensieve klus, natuurlijk. Het is eigenlijk elke stap van het steentijdonderzoek is een intensieve klus, ja. Maar altijd heel prettig, vooral. Ik denk dat het niet altijd de favoriete opgravingsmethode van de archeologen is. Caroline, scheppen is niet altijd zo populair. Inderdaad. Maar het is inderdaad een heel grote klus. Er moet enorm veel sediment gezeefd worden. Ja. Vrij intensief, want je graaft eigenlijk in een vakje van traditioneel 50 bij 50 centimeter, 10 centimeter dikte, alles uit. Klopt. En dat wordt eigenlijk allemaal gezeefd op dezelfde manier zoals een boring wordt gezeefd uiteindelijk. Ja. Dus je bent eigenlijk wel snel, voor een vrij kleine oppervlakte, vrij snel al een hele tijd vertrokken natuurlijk. Je bent al even vertrokken inderdaad, ja. Maar eigenlijk is dat nog een efficiëntere techniek dan de echt traditionele techniek. De echt traditionele techniek werd eigenlijk de hele oppervlakte met de truweel langzaam opgekrapt. Dus we doen het al efficiënter dan vroeger. Zeker ook met de huidige zeeftechniek. We innoveren wel een beetje, hoor, in de steentijd. Ja, absoluut, absoluut. Maar het blijft gewoon inderdaad heel veel sediment dat door die zeef moet gehaald worden. En dat blijft arbeidsintensief sowieso, inderdaad. En ook wel een type opgraving waarbij je dat je op het terrein zelf eigenlijk nog niet helemaal goed zicht hebt op hoe interessant of welke resultaten je kan verwachten. Het is natuurlijk inderdaad geen muren of geen sporen. Je moet eigenlijk een beetje blind
Ja, we zeven doorgaans ook op het terrein, dus je ziet wel, hè, je ziet wel direct in de zeef of dat het prijs is, of dat het vakken zijn met heel veel stukken in, of juist niet. En er zijn wel mogelijkheden, er worden wel eens sporen gevonden ook op steentijd vindplaats. Je moet daar altijd bedacht op zijn, hè. Paalsporen wel, maar ook andere dingen, hè. Vlekken van oker, dat soort dingen. Of haardplaatsen. Of haardplaatsen, haardkuilen. Ja. Maar het is waar, het echte verhaal vertelt zich eigenlijk pas achteraf. Ja. Want eigenlijk, pas als die opgraving gedaan is, dan begint het meer prettige, interessante werk, laten we zeggen. Ja, dan zijn er heel veel technieken die kunnen gebruikt worden. Hè. Dus die komen straks ook nog wel aan bod bij de verschillende sites. Refitting, microwave, een hoop... En misschien nog snel reclame voor een vroegere aflevering. Want over een van die onderzoeken, microwave als deel van functioneel onderzoek, is er al een hele aflevering verschenen met veel rots van het Traciolab in Luik. Die heeft inderdaad over microwave en over het maken van werktuigen. Die aflevering kan je vinden op onze website. Voor het eerste verhaal trekken we dan naar de Scheldepolders. En Inger mag rustig blijven zitten. En we worden vervoegd door Yves Perdaan, die er mag komen bijzitten. Welkom Yves. Jij werkt bij Baak Vlaanderen als steentijdspecialist. Collega van Inger natuurlijk. Inderdaad, ook, ja. We gaan hier praten over een site, de Schoorhavenweg, die jullie in 2016-2017 hebben opgegraven. Ja, correct. Na een intensief traject van veel vooronderzoek. Maar vertel eens, wat was daar eigenlijk de aanleiding voor dat onderzoek? De aanleiding voor het onderzoek was de bouw van een nieuw logistiek park, het zogenaamde logistiek park Waasland, fase West. Dus mogelijk komt er nog een ander stuk bij, ergens anders. Maar dit was al meer dan voldoende om voor ons om in de grond te gaan zoeken. Ja, meer dan voldoende. Het is denk ik misschien wel de grootste steentijdopgraving ooit in Vlaanderen. Hè? Misschien is wat cijfers op tafel. Oei, ik ben niet zo goed in cijfers. Ik heb er een paar opgeschreven, dat is wel vrij indrukwekkend. Het was verschillende tientallen hectare grote terrein. Als ik me niet vergis, bijna 70 hectare. Ja, maar dat zit niet helemaal vol met steentijd, dat gelukkig. Ja. Maar... Dat zijn dan meerdere sites? Of is dat één grote site? Dat hangt er een beetje af van hoe je zo'n site definieert. Okay. Het is een aaneensluiting, een aaneenschakeling van verschillende vuursteenconcentraties. Maar, ja. Om het nog een beetje in perspectief te plaatsen, want er is op zich de 17 hectare steentijdarcheologie. Ja. Dat was toen ook onhaalbaar om het allemaal op te graven. Ja. Dus er is in totaal, denk ik, 1,6 hectare ongeveer opgegraven. We hebben 6 hectare geprospecteerd en we hebben iets meer dan een hectare opgegraven, vlakdekkend. Wat bedoel je dan met geprospecteerd? Is dat via bodem? In een testvakkengrid over die 6 hectare. Ja. Ja. En daarvan in totaal hebben we, denk ik, 198.000 vakken of zo. Van die 50 op 50 centimeter bij 10 centimeter gedaan. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. En, niet alleen wij met z'n tweeën, hè, voor de duidelijkheid. Nee, dat was een vrij grote ploeg. Die daar stond. Ja. Ja. We hadden hier ook eindeloos veel tijd. Hè. We hebben dan moeten berekenen hoeveel vakken per dag dat we moesten scheppen om toch genoeg ruimte te hebben voor de opdrachtgever. Tijdig klaar te zijn. Dus dan heb je een iets groter team nodig dan twee of drie mensen. Dus. En dat is natuurlijk ook wel typisch voor steentijdarcheologie, dat er eigenlijk altijd een keuze wordt gemaakt. En dat je eigenlijk op basis van heel veel vooronderzoek toch probeert het meest representatieve deel van de site te pakken, te krijgen. Ja, dat is waar. Ja. Daarom, die 6 hectare die we geprospecteerd hebben, dat waren eigenlijk 4 grote putten die over de grootste zandrug heen gingen, waardoor we eigenlijk wel een representatief beeld van die rug hebben kunnen waarderen. En op basis daarvan hebben we dan keuzes gemaakt. En had je alle tijd gehad, had je dan liever alles opgegraven? Uiteraard. Dat wel. Ja. Het blijft toch altijd zo'n beetje in je achterhoofd zitten van, we hebben een keuze gemaakt, maar stel dat daar toch nog iets heel bijzonders... Ja. Dat zal er altijd wel bij horen. Hè. Ja. En neem ons eens mee door de resultaten. Welke periodes zijn daar aanwezig? De oudste vondsten die gaan terug tot het eind van het Paleolithicum. Dus de overgang van helemaal op het eind van de laatste ijstijd naar het begin van de Holoceen. 11.000 voor Christus. Een goede 11.000 jaar geleden. Ja. En de jongste vondsten, ik zal me beperken tot de steentijd, want er is ook nog recenter materiaal aan het licht gekomen. Dan zitten we in de loop van het Neolithicum, dus helemaal aan het
helemaal aan het eind van de steentijd eigenlijk. Ja. Maar de overgrote meerderheid, ik denk ongeveer minstens 3/4 van alle vondsten, die stammen uit het vroeg Mesolithicum. Dus ja, zo ongeveer, laten we zeggen, 9000 voor Christus. Ja, ergens ruwweg tussen 10.500 en 8000 jaar geleden ongeveer. Ja. En hebben jullie dan een idee wat die mensen daar gedaan hebben? Want er is heel veel onderzoek op gebeurd, ook achteraf. Jullie hebben ook oker gevonden, okervlekken. Ja. Dus dat alles samen, wat leert dat eigenlijk over wat er daar allemaal gebeurd is door de prehistorische mens? Ja, we moeten nog altijd een beetje in algemene termen spreken, want het is niet echt mogelijk op het individuele stuk of voor één bepaalde cluster echt uitspraken te gaan doen, maar het lijkt er wel op dat die locatie over een hele lange periode dan zeer aantrekkelijk is geweest voor de prehistorische mensen, dat die er bijna op seizoensgebonden basis terug naartoe kwam. Want we zien in verschillende clusters en op basis van de microware dat steeds, of bepaalde activiteiten steeds lijken terug te komen. Dus wat we zien is dat er heel vaak plantaardig materiaal is bewerkt. Vooral dan zo siliciumhoudende planten en houterige planten. En daar lijken ze dan... wat dat ze precies gedaan hebben, is niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat ze vezels en zo hebben gemaakt. Want je hebt zo'n stuk bij, een schrabber bij. Ik heb een schrabber bij waar zo van die plantbewerkingssporen vastgesteld zijn. Ja. En de planten zelf zijn natuurlijk niet bewaard. De planten zijn niet bewaard, maar momenteel loopt er een nieuw syntheseproject met de Universiteit van Luik samen, die het microwire-onderzoek gedaan hebben. En die zijn nu aan het kijken, op basis van onderzoek in de buurt, van welke planten groeiden daar op dat moment van de prehistorische mens. Welke planten zijn er siliciumhoudend? Zijn ze nu aan het kijken welke planten eventueel effectief bewerkt zouden kunnen geweest zijn? Ja. En welke activiteiten dat ze daar mee gedaan hebben? Want over het algemeen spreken we over het maken van vezels. Zijn dat van vezels voor kledij te maken? Dat of is nu net de vraag van... manden? Want vaak, we zeggen het zijn jagers-verzamelaars, dus jacht is heel belangrijk. Heeft dat dan te maken met herstellen van de pijlbewapening of zo? Of gaat het effectief om maken van koord of zo? Of vezels voor kledij? Dat is niet helemaal duidelijk. Zeg, en Inger, die okervlekken. Het is natuurlijk heel verleidelijk om daar bepaalde rituelen of magische connotaties aan te geven. Natuurlijk heel prettig om daarover te fantaseren. Ik verwijs er ook voor naar de aflevering met Mark de Bie over prehistorische kunst, waar ook aan bod kwam. Maar het kan wel eens gewoon gebruikt geweest zijn om als middel tegen muggen, bijvoorbeeld. Ja. Een heel mondaine... Tuurlijk, oker associëren we heel graag met rituelen, hè, begravingen met oker. Maar zoals veel dingen heeft het ook een veel mondainere toepassing. Ook in bijvoorbeeld het looien van leer, hè, het soepeler maken van leer... wat Yves net zegt, bij een aantal stukken zijn resten van planten gevonden. Er zijn ook wat schrabbers van beveren waar dat okerresten effectief op de artefacten zijn achtergebleven. Dus we zijn vrij zeker dat ze die schrabbers daarvoor hebben gebruikt. En dat maakt het idee dat ze gebruikt zijn om misschien huiden mee te looien iets aannemelijker dan zwaar ritueel. Anderzijds, wie weet zijn die huiden wel ritueel gebruikt, hè? Alles kan natuurlijk. Alles ritueel. Maar die oker, was die dan lokaal ter beschikking of kwam die van ergens anders? Nee, dat is niet... dat is een van de dingen die uit het... Er is zo'n heel specifiek onderzoek gedaan met XRF. En dat is een van de dingen die daar... Het komt dan niet in de bodem voor, dus het moet effectief meegenomen zijn naar daar. XRF? Ja, dat is een XRF. Ja, dat is een techniek waarvan ik ook niet weet hoe die werkt, maar... dat is een van de dingen van de... X-ray diffraction? Radio spectrometry... Nog iets. Ja. Maar, het is duur en het is ingewikkeld. archeologie is natuurlijk een tak van sport waarin dat heel veel gebruik wordt gemaakt van andere technieken. Ja. Het is alleszins een techniek die vast kan stellen wat de samenstelling van een mineraal is. Ja. En die kan verschillen, ook al is hetzelfde mineraal van oorsprongsgebied, kunnen daar kleine verschillen in zitten, waardoor dat je eigenlijk kan zien... Komt iets lokaal, komt iets uit Duitsland of uit
Frankrijk of zo. Of het zo ver gaat, dat weet ik niet. Maar in dit geval was het in ieder geval duidelijk dat het effectief echt oker was. En niet, niet een andere ijzerverbinding, verkleuring in de bodem of zo. Die zandrug daar is dan gebruikt geweest voor duizenden jaren. Hebben daar continu mensen op geweest? Of zoals je zegt, van op seizoenale basis? Of van, hoe moeten we dat ons voorstellen? Ja, ik heb er zelf ook moeite mee om mij dat voor te stellen, eerlijk gezegd. Want het gaat inderdaad over een paar duizend jaar. Ja. En we hebben iets meer dan een 150-tal van die vuursteenconcentraties opgegraven. En als je dat dan extrapoleert naar de rest van de rug, dan zit je misschien aan 400-500 vuursteenconcentraties. Is dan de vraag van, ja, als je bijvoorbeeld 2000 jaar deelt door 500, komen ze daar één keer per jaar, komen ze om de vier jaar eens langs. Ik vind dat zeer moeilijk om mij dat voor te stellen. Het is uiteraard wel zo dat vooral in vroeg mesolithicum dat ze heel vaak kwamen. En dat we dan ook wel minstens twee verschillende soorten van nederzettingen zien. Hele kleintjes dan die een stuk groter zijn. En dat we denken van, dat zijn waarschijnlijk hele tijdelijke jachtkampjes. Waar je nauwelijks veel meer vindt dan wat resten van de pijlbewapening. En hebben jullie dan een idee op wat als ze jong is? Er bot bewaard? Er is bot bewaard, maar niet zo heel veel. Ja. Door de zuurte van de zandgrond is het merendeel verloren gegaan. En enkel verbrande, verkoolde resten zijn overgebleven. En die stukken zijn zo sterk gefragmenteerd dat het zelden mogelijk is om die stukken te identificeren. Dus van alle paar duizenden vondsten die we hebben gedaan van een verbrand bot, kan amper 1% geïdentificeerd worden. En dat blijkt dan vooral om wild zwijn en ree te gaan. Ja. En ja, het waren jagenverzamelaars. Heb je ook een idee dat ze hebben verzameld dan naast de jacht? Of zijn er daar resten teruggevonden? Voor steentijdarcheologie wordt er dan vaak gelachen voor het mesolithicum dat ze niet veel meer aten dan hazelnoten. Want dat is iets dat bijna standaard voorkomt op zo'n vindplaats. In de haard blijven die doppen van de hazelaar vaak bewaard. En dat is voor ons ook het ideale middel om de vindplaats dan ook effectief te gaan rechtstreeks dateren door koolstof 14. Maar naast hazelnoot aten ze ook nog wel andere dingen, hoor. Er zijn soms planten bij waar wij als mens tegenwoordig gewoon niet meer aan denken dat zoiets eetbaar is geweest. Of dat ze bijvoorbeeld uit dennenbast en zo zetmeel en suiker hebben gehaald. Ja. Dat zijn allemaal zaken die voor ons die ook wel nieuw zijn. Ja, ja. 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 Er zijn ook aanwijzingen door die studie dat er mogelijk ook teer is gemaakt, dat er mogelijk als kleestof zijn kan. Er is nog werk voor de foodarcheoloog om nieuwe recepten te bedenken. Een beetje tussendoor. Ik denk dat een van onze volgende gasten straks, Hans, een van zijn eerste studentenjobjes op de universiteit, het wegen van hazelnoten was. Misschien kunnen we hem daar straks ook nog in de terugkomen. Nog heel kort, want Beveren-Schoorhavenweg is eigenlijk niet de enige zitten daar in de buurt. Er zijn nog vooral bij de havenwerken vrij veel zitters gevonden. Avondakkers, Durgangdok. Verrebroekdok. Waarom was dat landschap zo interessant eigenlijk voor de prehistorische mensen? Nu is dat moeilijk voor te stellen, maar in de prehistorie was dat een heel dynamisch landschap. De Schelde die zat vlakbij. Je hebt de zeespiegel die toen volop aan het stijgen was, naar aanleiding van de klimaatopwarming toen. Het landschap is beginnen vernatten. Je krijgt als het ware een soort moeras daar. Dergelijke moerassen zijn zeer rijk als biotoop, dus je hebt allerlei watervogels, hele rijke plantenscala, dus dat moet voor die prehistorische mensen ook een zeer aantrekkelijke plaats geweest zijn. Als je dan ook nog een paar droge zandruggen in de buurt hebt, die dan ideaal zijn om op te vestigen, dan... Oké, dankjewel voor deze interessante rondleiding op de site van Beveren-Schoorhavenweg. Dankjewel Inger en Yves. Graag gedaan. Dan ruilen we nu de polderklei in voor de Kempense zandgronden en trekken we dapper naar het oosten, naar de site van Lommel Kristalpark. Daarvoor zijn Marjolein van der Waa, archeologe van de KU Leuven, en Ferdy Geerts van het archiefhuis De Kolonie in Lommel aangeschoven bij ons. Hier lekker gezellig. Welkom, ook voor jullie. Dank je. Dank u. Marjolein, jullie zijn nog altijd aan het opgraven op dit moment op de site. Ja, hoe ver staan jullie? Ja, het gaat eigenlijk heel goed. We hebben ondertussen echt als ik het zo mag noemen, een schat aan informatie verzameld over een gigantisch oppervlakte. Dus wat dat betreft
mogen wij absoluut niet klagen. Ik wil even een kleine shout-out doen naar mijn collega's die op dit moment de site aan het voorbereiden zijn om veilig de winter door te komen. Dus die staan nu op het veld. Ja. Er is al een hele voorgeschiedenis. Die site is al heel lang in onderzoek, laten we zeggen. Hè? Ja, dus je hebt eigenlijk al sinds de jaren 30, denk ik, hè, Ferdi. In 1934, om precies te zijn. Voilà. Ja. Heeft een lokale amateurarcheoloog de site daar ontdekt. En dat deed hij gewoon door over het landschap te wandelen en te kijken en stukken op te graven, stukken op te rapen eigenlijk. Ja, dus een plaats waar zandverstuivingen geweest waren, waar dus de artefactenconcentraties die zich in de ondergrond bevonden bloot kwamen te liggen, daar heeft hij die vondsten gedaan. Ja, iets wat we tegenwoordig nog altijd doen, hè? Ja. Ja. En spreken we dan over dezelfde periode als bijvoorbeeld Schoorhavenweg, over het Mesolithicum, of hebben we het over een andere periode? Ik denk dat we inderdaad ook over het Mesolithicum mogen spreken, misschien zelfs ook een Neolithicum, maar wat dat misschien ook wel bijzonder is aan onze site, is dat we ook ietsje vroeger in de tijd gaan naar het finaal Paleolithicum. En kan je dat vlug even schetsen in de tijd voor de mensen die de termen niet zo... Nu, we hebben het juist nog over gehad dat de exacte datering in kalenderjaren is aan discussie onderhavig. ruwweg hebben we het over een periode die ongeveer 1000 jaar duurt, zo'n 13.000 à 14.000 jaar geleden. En dat is die periode van die kortstondige klimaatopwarming, de Allerheut-periode. Je moet je daar niet per se een grote opwarming bij voorstellen, maar dat was een periode waarin het klimaat vochtiger werd. En wat eigenlijk dan ook heel belangrijk is, is dat 1000 jaar redelijk stabiel is gebleven. En tijdens die stabiliteit heeft die bodem eigenlijk een kans gehad om tot ontwikkeling te komen, in die zin dat we die bodemontwikkeling nu kunnen terugvinden. Die werd begraven. En nu kunnen we die nog terugvinden als een origineel leefniveau waarin de artefactenconcentraties waarin we daarnet... En dat is dan die typische usselo-bodem, zoals we die noemen. Ook daar discussie over de benaming. Zolang jullie blijven discussiëren, zijn we gerust. Ja, ja. Ja. Dus dat is eigenlijk een soort van herkenbare bodem waaraan dat jullie kunnen herkennen van dat dateert uit die periode ongeveer. Die is ook goed bewaard? Of? Ze fungeert wel in die zin als een belangrijke marker voor de archeoloog om te weten, waar zit ik ergens in de tijd? Ja. Ja. Want dat is een beetje abstract natuurlijk voor hoe kan een bodem nu mij uitleg geven? Ja, het is ook een bodem die bewaard is gebleven, maar er eigenlijk na die warme periode eigenlijk dan weer een heel koude periode is geweest. Hè, de jonge Trias, ook wel de Big Freeze genoemd. Die dan opnieuw een kaal landschap kende en nieuwe verstuivingen. En dan is die bodem eigenlijk afgedekt. Hè? Dus vandaar eigenlijk de goede bewaring dikwijls in die zandgronden van die sites eigenlijk. Ja, klopt. En die steentijdsites, dat zijn dan de vedermessergroepen, zoals die ook weer... Maar daar zal ook wel discussie over zijn waarschijnlijk. Dat zie ik al aan het verder. Daar zeker veel discussie over, Het is op dit moment nog wat onzeker. Het onderzoek is lopende. Mm-hmm. Archeologische voorwerpen zijn er gevonden, onder andere vedermesserspitsen. Maar als we andere voorwerpen bekijken, zoals enkele kleine schrabbertjes, dan denk ik dat de meeste archeologen al iets meer geneigd zouden zijn om te zeggen dat is mesolithisch materiaal, dus... materiaal dat misschien een beetje een overgang heel wat jonger is, maar dat is onzeker op dit ogenblik. Ja. Maar dat maakt het ook interessant. Wel, precies, ja. Maar wat hebben jullie dan in Kristalpark precies gevonden tot nog toe? Wij zijn vanaf 2019 gestart met een proactieve en overkoepelende prospectie van meer dan 200 hectare industriegebied. En dat veldwerk is intussen helemaal afgerond. Dat heeft ook weer opnieuw diezelfde stappen gevolgd als waar dat Marijn en Inger ook over spraken. En op dit moment zijn we dan inderdaad langs de Molseneten eigenlijk hoofdzakelijk nog een laatste opgraving aan het afronden, En bij jullie komen we ook weer een beetje terug op die oker, maar bij jullie ook wel weer een heel bijzondere situatie, dacht ik. Ja. Want jullie hebben echt okerstiften gevonden, hè? Klopt. Stukken oker. Ja. Want je hebt zo'n stukken bij nu hier
om te tonen. Ja. Geassocieerd met werktuigen eigenlijk. Ja, en klopt. Wat zou dat ons kunnen leren over het gebruik van die oker? En... Dat zijn inderdaad een heleboel interessante vragen. Nu extra bovenop ons onderzoeksprogramma gekomen, inderdaad, omdat dat nogal een verrassende vondst was voor ons. Hm. In die zin dat we echt een rij duidelijke sporen hebben kunnen onderscheiden, waarvan we toch wel ook al in het veld zeker waren dat het oker was, omdat de prehistorische mens het ons makkelijk heeft gemaakt door daar effectief een aantal okerstiften achter te laten in die vulling. Dat hebben ze speciaal voor jullie gedaan. Ja, denk het ook. Okerstift. Ik denk dan dat dat iets is om mee te tekenen of mee te schrijven. Ja. Maar misschien kunt je een beetje uitleggen, wat is dat dan, een okerstift? Wat moet ik daarmee bij voorstellen? Je hebt er hierbij. Ja, dus je kan ze tonen, maar de mensen... kunnen natuurlijk niet meekijken, maar misschien kan je beschrijven wat dat is. Het is een fragment oker dat in oorsprong een wat ruwere vorm had. Maar om die oker te gebruiken, bijvoorbeeld bij het looien van de huiden of misschien om het lichaam te beschilderen, werd die oker heel vaak over een tablet gewreven. Een natuurstenen tablet, zodanig dat men poeder verkreeg. En door dat wrijven merk je dus dat die oker de vorm van een stift krijgt en dat er verschillende facetten aan zitten. Ja, ja, ja. Dus okay. je ziet duidelijk dat die oker gehanteerd is door een mens. Hè. Ja. Kristalpark is niet de enige site van die vedermesserculturen in de Kempen eigenlijk. Hè. We kennen verschillende van die sites. Ja, in de Kempen hebben we inderdaad heel wat sites. Er is de site van Meer, Oud Turnhout, de Lierenman. Ik wil er dan ook Rekem wel bijrekenen. Ja. Dat ligt wel een beetje aan verder, de Maas, maar we rekenen het altijd. Waar ook weer die oker is teruggevonden. En dan hebben we natuurlijk Lommel. Daar hebben we zelfs 3 vindplaatsen. Ja, nog één heel bijzondere vondst die je voor ons hebt meegebracht. Een echt topstuk uit Vlaanderen. Mogen we een keer kijken? De gegraveerde kei uit Lommel. Ja, het is dus die gegraveerde rolsteen. Voilà, hier is hij dan. Het is... Ja, een bruin sigaartje. Het is wat driehoekig van doorsneden en er staan dan 10 groeven in. Ja. En enkele van die groeven die zijn opgevuld met rode oker. En er zit wel duidelijk een patroon in, want die 10 groeven staan niet zomaar willekeurig over die steen verspreid, maar ze zijn dan gegroepeerd in 2 groepjes van 5. Dus het heeft een bepaalde betekenis. Ja, het heeft een bepaalde betekenis. Of het nu echt kunst is, het is in ieder geval een moderne mens die op dat ogenblik ergens rond 13.000 jaar geleden abstractie gemaakt heeft van een of andere werkelijkheid en die groef is aangebracht in de steen. En dan weer die rode oker. Toch wel een raadselachtig product uit die periode dat vaak gebruikt werd. Oké, bijzonder om het nu echt live te kunnen zien. Volgend jaar, einde november, is er een grote topstukken tentoonstelling in het MAS in Antwerpen. En de tentoonstelling gaat openen met... deze steen. De oudste steen. Oké. Super. Dank jullie wel, Ferdi en Marjolein. Graag gedaan. Voor dit boeiend verhaal. Als we zelf prehistorische jarenverzamelaars zouden zijn, dan zouden we nu waarschijnlijk de neten en dan de ruppel volgen, om dan de Schelde stroomopwaarts te volgen richting onze volgende site. En dat is die van Kerkhoven. Bij ons is Hans komen zitten, Hans van Driessen. Ik heb hem daar juist al even vernoemd als weger van hazelnoten. Ja, inderdaad. Een van hun vele kwaliteiten. Daar ben ik, Caroline. Dat is omdat ik toen naast u zat met het scannen van luchtfoto's van Wereldoorlog 1. Dus ik denk dat we de meest boeiende studentenjobs hadden van dat moment. Hans is archeoloog bij de UGent en werkte mee aan de opgraving van Kerkhoven in 2015-2016. Daarvoor gaan we echt deeper underground, Hans, denk ik? Ja, dat kunnen we wel stellen. Deeper underground. In Kerkhoven hebben we eigenlijk de kans gekregen om een site op te graven die zich 5 à 10 meter onder de grond bevond, onder het huidige oppervlak. Misschien moet ik dat kort even duiden. 5 à 10 meter, waarom? Omdat de site eigenlijk op een langgestrekte zandrug langsheen de Schelde, eigenlijk net aan de oevers van de Schelde, bevond. En de site lag dus gedeeltelijk op de top van die zandrug, en ook op de hellingen tot aan de oever van de Schelde zelf.
Okay. En over welke periode spreken we dan? Wel, we hebben daar eigenlijk vooral mesolithische vondsten gedaan. Ja. Dus de bewoning op die site, die dateert eigenlijk net als in Bever en Schoorhavenweg, waar we er juist Yves en Inger over aan het woord gehoord hebben, tot de periode van ongeveer 11.500 tot pakweg 7.000 jaar geleden. De meeste bewoningssporen waren afkomstig van de vroegste periode van het Mesolithicum, maar we hebben ook redelijk wat aanwijzingen voor bewoning tijdens het Midden-Mesolithicum. En dan nog één concentratie uit het Laat-Mesolithicum, een handvol vondsten uit het Neolithicum ook nog. Ja. Ja. En bijzonder natuurlijk aan dat soort sites die zo diep begraven zijn en ook waterverzadigd. Dat heeft natuurlijk het voordeel dat daar ook, in tegenstelling tot andere sites die vandaag aan bod zijn gekomen, niet verbrand organisch materiaal is bewaard gebleven. Hè? Ja, dat klopt. Ik denk dat dat echt wel de bijzonderheid is van die opgravingen in Kerkhoven. Het feit dat dat potentieel daar zat om organisch materiaal aan te treffen dat niet verbrand was, het potentieel om een diversiteit aan voorwerpen op te graven. Dus jullie hebben die kano gevonden? ik wist dat die vraag ging komen. Ja, dus in dergelijke contexten hebben ze in Europa op verschillende plekken al fantastische voorwerpen gevonden, hè, zoals boomstamkano's, die dus uit een volledige boomstam uitgehouwen werden. Er zijn een aantal exemplaren gekend uit Nederland. De kano van Pessen in Nederland is zelfs de alleroudste die ooit gevonden werd ter wereld, als ik me niet vergis. Hmm. Er worden ook visfuiken en dergelijke gevonden, vismateriaal, haken, harpoenen en dergelijke meer in dat soort context. In Kerkhoven hebben we die spijt genoeg allemaal niet aangetroffen. Ja, voor hetzelfde geld zouden er daar pakt 50 meter verder wel zo'n kano gezeten hebben. Misschien ook wel nuttig om te zeggen dat ik een selectie gemaakt voor op te graven. Dat anders ook gewoon veel te veel zou zijn. Maar toch, het is bijzonder dat jullie dat onverbrand bot en jacht wilt hebben. En leert dat je iets over waarop de prehistorische mens gejaagd heeft daar? Ja, eigenlijk enorm veel. Het is eigenlijk een van de weinige sites in Vlaanderen die ons inzicht verschaft in de jachtpatronen van de jager-verzamelaars die toentertijd leefden. Eigenlijk de dierlijke botresten die we gevonden hebben. De collectie zelf is een van de grootste, de grootste zelfs in Vlaanderen. Maar ook voor de omliggende regio's, noorden van Frankrijk, is het eigenlijk vrij uitzonderlijk hoeveel botresten daar zijn kunnen gedetermineerd worden. Het gaat over iets meer dan een duizendtal stuks. Dus ze hebben vooral gejaagd op ree en op everzwijn. We hebben ook vrij veel resten aangetroffen van pelsdieren, bevers, marters, wolf, lynx, vos. Dus je ziet, het is eigenlijk een vrij breed spectrum. Wat ze in die omgeving konden vinden. Ja, hebben ze uiteindelijk geëxploiteerd. Ja. Er zijn ook watervogels aangetroffen, visresten. Een collega van mij heeft een stuk bot van een ree. Ja, dat heb je nu hierbij. Ja, het gaat meer specifiek om een radius van een ree. Dat is eigenlijk... Een radius, Hans. Wel, inderdaad. Wat is een radius? Een radius is, in dit geval is het een linkerradius. Dus dat... dan is het wel duidelijk. Zeer belangrijk. Nee, dat is dus eigenlijk van de linker voorpoot van die ree het onderste deel. Net boven de polsgewrichten. Dit stuk is op zich zeer bijzonder. Waarom? We hebben eigenlijk een collega die sinds kort begonnen is met een zeer gedetailleerd onderzoek te doen van die botresten die gevonden zijn op de site, Camille Pironneau. En zij heeft al op een aantal van die dierlijke botresten snijsporen kunnen ontdekken. En dat is eigenlijk wat we hier zien. Dus helemaal onderaan dit stukje bot zien we zo'n snijspoor. En dat zal eigenlijk typisch geweest zijn, typisch de plaats waar dat jager-verzamelaars sneetjes toebrengen om dan de huid van het karkas te halen. Ja. Ze zullen dat gedaan hebben om die huid te recupereren, maar natuurlijk, dat is ook de beste manier om toegang te krijgen tot het vlees, om dan verder te gaan consumeren. Ja. Er zijn een 12-tal reeën uiteindelijk naar de site gebracht en verwerkt. En daarbij heeft ze kunnen vaststellen dat het eigenlijk allemaal om volwassen individuen ging. Wat dat op zich iets vreemd is. Waarom? De mannetjes komen solitair in het landschap voor. De vrouwtjes en de reekalfjes die komen gegroepeerd voor. Dus het feit dat we eigenlijk weinig tot geen jonge dieren hebben, lijkt erop te wijzen dat ze specifiek jacht maakten op die mannetjes reeën.
Waarschijnlijk omdat die het meeste vlees opleverden, omdat die iets groter waren. Maar er gaan nog zoveel van die verhalen volgen, want er onderzoek is nog maar pas begonnen natuurlijk. Ja, ik heb nog één voorbeeld over de everzwijnexploitatie. Voor die everzwijnen hebben ze net het omgekeerde gedaan. Hebben ze eigenlijk groepjes van vrouwtjesdieren, van zeugen, geviseerd die samen met een jongen, met de biggen, door het landschap trekken. Ja, die mannetjes, everzwijnen, in de middeleeuwen enzovoort, stonden die ook al gekend voor hun agressieve karakter, zijn veel, veel gevaarlijker om op te jagen. Dus dat is al iets dat de site van Kerkhoven toont eigenlijk al voor die twee diersoorten aan, dat de prehistorische mens op een zeer specifieke manier jaagde op verschillende diersoorten en dat er dus wel doordachte jachtstrategieën achter zijn. Je hebt nog een ander stuk voor ons bij, een zogenaamde refit. Dat is eigenlijk een steen die terug, eigenlijk een kernsteen, waar daar verschillende waarschijnlijk werktuigen zijn gemaakt en die terug aan elkaar gepuzzeld is. Hè? Ja, dat klopt. Dus eigenlijk de meeste vondsten op de site van Kerkhoven bestaat uit vuurstenen artefacten. Hè. In Kerkhoven hebben we zo'n 60.000 artefacten gevonden. Die komen natuurlijk niet zo voor in de natuur, maar in de vorm van knollen. Als je op zo'n knol slaat, dan breekt die af in scherpe stukken. En het refitten is eigenlijk het terug aan elkaar puzzelen van die verschillende afzonderlijke artefacten. Dat geeft ons inzicht in de manier waarop dat ze dat deden, dat de maken van die scherpe afslagen, enerzijds. En anderzijds, dat zegt iets over de plaats waar dat die vuursteen bewerkt geweest is. En deze refit bestaat eigenlijk uit 16 verschillende stukken. Maar wat dat er wel bijzonder aan is, is dat ongeveer de helft van die artefacten in één vuursteenconcentratie gevonden werd en de andere helft in een tweede. Dan is er nog één afzonderlijk element daaruit die dan nog 10 meter verderop in een derde concentratie gevonden is. Dat betekent dat die toch gelijktijdig waarschijnlijk Dat heeft een indicatie van het feit dat zou kunnen. En veel dichter dan dat komen we eigenlijk niet bij het identificeren van een steentijdkampement. Dus dat is eigenlijk de enige manier om dat te gaan benaderen. En kunnen jullie voor die site bepalen van dat is één keer bezocht geweest, dat is een paar keer bezocht geweest, of is dat ook nog altijd moeilijk? Of? Dat is eigenlijk ook nog altijd moeilijk. Want als we eigenlijk al onze gegevens compileren over de dateringen die beschikbaar zijn voor de sites, dan zien we eigenlijk dat de site over een periode van 1500 jaar ongeveer, eigenlijk minstens in twee grote fasen bezocht geweest is. Zelfs binnen die fasen kunnen we niet garanderen dat die bewoningen strikt gelijktijdig waren. Ja. Dus dat kunnen we eigenlijk nog altijd niet. Dichter dan dit komen we niet, vrees ik. Zee, maar je hebt dan de rivier natuurlijk, de Schelde. Daar hebben wij vrij veel zitten langs de Scheldeborden. Dat zegt ons in de eerste plaats ook iets over de rol van de rivier in die prehistorische wereld als transportmiddel, als bron van vis. Daar hebben we zeer concrete gegevens over in Kerkhoven. We hebben de visresten die aangetroffen zijn. Die wijzen op de exploitatie van die rivier als voedselbron in principe. Daarnaast hebben we ook sommige van de vuurstenen artefacten. We weten eigenlijk dat die oorspronkelijk uit de regio van de Doornikse afkomstig zijn, ongeveer 20 kilometer stroomopwaarts van de site. En die vuurstenen knollen, die wegen toch al iets, zijn en masse tot aan de site gebracht. Ja, dat transport is in Kerkhoven wel zeer concreet aantoonbaar. Anderzijds, tijdens het Mesolithicum werd het landschap steeds meer bebost en dicht bebost. Die rivieren waren eigenlijk de enige echte open locaties in het landschap en zouden dus inderdaad een ideale plek geweest zijn om onder andere gebruikmakend van kano's, kan over het verspreiden van gewone innovatieve technieken gaan. Het kan inderdaad wel zijn dat die grote rivierassen er een rol in gespeeld hebben. Ja. Nog om af te sluiten, je hebt hier nog een prachtig boek bij met reconstructietekeningen van de Schelde van de hand van Ulco Glimmerveen. De Schelde, stroom in verandering, dat is eigenlijk een publieksboek. Dat is eigenlijk een van de bijzondere dingen aan de opgraving in Kerkhoven, is dat er zeer veel geïnvesteerd is in het maken van reconstructies van de landschappen waarin dat de prehistorische mens geleefd zou hebben. Hier had er ook heel veel informatie over, dankzij natuurwetenschappelijke technieken, inderdaad, stuifmeelkorrels, inderdaad, die stuifmeelkorrels, de mollusken en dergelijke geologen die zijn komen kijken naar de manier waarop die Scheldehuil opgevuld was doorheen de tijd. En dat heeft eigenlijk dus al vrij kort na die opgraving in 2017 al tot dit mooie publieksboek geleid. Die tekeningen die door Ulco gemaakt zijn, dat zijn eigenlijk digitale tekeningen waar dat zeer veel detail in aangebracht is op basis van hetgeen dat we dus dankzij dat natuurwetenschappelijk onderzoek op de site hebben kunnen vaststellen.
Enorme schat aan informatie. We zullen een aantal van die afbeeldingen ook in de show notes zetten. Ja. Dank je wel, Hans, voor dit boeiend verhaal van Kerkhove. Heel graag gedaan. Dank je wel. Ondertussen is Marijn er ook even terugkomen bijzitten om een beetje een afronding te doen, want we hebben heel wat boeiende sites aan het woord gehad vandaag. Ja, we hadden natuurlijk bijna, of ja, zeker met elke site een volledige aflevering kunnen vullen of meer, denk ik. Dus het was een beetje op een drafje door alles door. En er zijn nog x-aantal andere sites, wel heel veel andere prehistorische sites die we hadden kunnen bespreken. Maar eigenlijk denk ik dan spontaan aan het zitten van een monnikswijk dat jij een paar jaar geleden hebt opgegraven ook. Inderdaad, een klein site, een klein opgravinkje. Het bijzondere aan die site was dat er een bepaalde grondstof veel meer voorkwam dan dat we die voordien op andere vindplaatsen hadden aangetroffen. En die grondstof die heet ftaniet. Vuursteen is iets wat dat vaak wordt geassocieerd met de steentijd. En dat is inderdaad de grondstof die we het meeste aantreffen, die het meeste werd gebruikt door de prehistorische mens om zijn snijdende werktuigen mee te maken. Maar hij gebruikte ook verschillende andere steensoorten daarvoor. En we zien dat die vaak maar een beperkt oorsprongsgebied hebben, maar wel redelijk ver verspreid geraakten. En ja, dan kunnen we beginnen denken over, hoe komt dat? Migreerden die mensen over zo'n lange afstanden doorheen het landschap? Bijvoorbeeld Wommersom kwartziet, dat is tot ver in Nederland teruggevonden. Of was er sprake van een zekere vorm van handel van die grondstoffen? Hmm. En ftaniet is ook een van die grondstoffen die op veel sites wordt aangetroffen, maar vaak in heel kleine aantallen, vaak maar één stukje of een paar stukjes. Er zijn maar weinig vindplaatsen waar dat er een paar meer zijn. Maar in Meeuwig hebben we er een kleine 800 opgegraven. Dat stelt dan de vraag van, hoe komt het dat daar dan net zoveel van die grondstof aanwezig was? Ja, en zo kunnen we natuurlijk voor heel veel sites een heel apart en boeiend verhaal opdiepen. Ik kan verwijzen naar ons Centraal Archeologisch Inventaris, waar die sites die we vandaag besproken hebben ook online staan. Die informatie is beschikbaar. Daar verwijzen we ook naar in de show notes, ook naar andere sites. Er is ook een thema in die Centraal Archeologische Inventaris prehistorische sites en sitecomplexen. Daar kan je ook aan grasduinen in prehistorisch Vlaanderen eigenlijk. We vermelden in de vorige podcast ook al de onderzoeksbalanse prehistorie. Die zijn ook een beetje technisch, maar dat geeft wel een goed overzicht van wat we weten eigenlijk over prehistorie in Vlaanderen. Dus dat is zeker ook de moeite om eens te gaan bekijken. En dan denk ik dat we daarmee kunnen afsluiten. En nog eens alle gasten bedanken. Ook het Heemkundemuseum van de Zemse en Paul van de Velde die ons hier heeft rondgeleid. Dat is een nieuwe podcast-reeks in voorbereiding. Daar verlaten we eigenlijk de prehistorie, maar gaan we naar de vroege middeleeuwen met termen als Dark Ages, Vulgar Wanderoos, Zeit, en namen als Merovig, Childeric en Clovis. Een beetje Game of Thrones in Vlaanderen. En wie meer wil weten, die kan altijd terecht op onze website www.oorlogenderfgoed.be. De Archeotoog, en tot de volgende keer.